Vlak na de Loyola-tocht heb ik eigenlijk gezocht naar geestelijke begeleiding. Omdat ik wist dat ik met die ervaring die ik daar op de tocht had gehad, daar iets mee moest doen. Dat moest ergens geïntegreerd worden in mijn leven. En dat was al de vraag op dat moment van, zou ik een goed jezuïet zijn? Een heel mooi moment, eigenlijk in heel die tocht naar het zoeken of het ontdekken van de roeping, was het moment dat ik nee had gezegd. Dus dat was ergens een moment, na een jaar geestelijke begeleiding, ik zeg, nee, ik ga het niet doen. Dit is veel te moeilijk, ik kan dit niet aan. En ik weet nog dat de geestelijke begeleider zei van, ja, oké, is goed. Voilà. We schudden elkaar de hand op het einde van onze ontmoeting. En daar zat ik weer in mijn auto. Dat was wel even een schok. Maar toen deed ik tijdens die zomer eigenlijk iets heel doms. Dus ze zeggen doms. Ik ging naar TZ. Ik had dat gelezen, het parochieblad. Ik ging naar TZ. Nu, als je van een roeping wilt afgeraken, moet je dat niet doen. Want het werd helemaal weer wakker geschud. Dus nu denk ik dat het moment van om nee te zeggen eigenlijk heel zuiverend was. Van, ja. Toen was ik misschien nog daarvoor was ik misschien nog onder invloed van de tocht en alles wat ik daar meegemaakt had. Maar in TZ, ja, natuurlijk gelovige context, maar ja, toch bleef ik mij die vraag stellen. Zou ik een goed jezuïet zijn? Ik weet nog heel goed het moment dat ik besloten had. Dus we waren weer in gesprek met mijn begeleider en ik. En hij, we waren in gesprek. En ik zei zo tegen hem, ja, ik voel dat ik er heel dichtbij ben, bij een beslissing. En ook, hij zei zo, ja, oké, dan zullen we misschien contact opnemen met provincialen, moet je misschien dat doen, hè? Ik zei, dat is een beetje te snel. Toen wilde ik toch wel, toch weer koudwatervrees. Maar de dag daarna zat ik in de bibliotheek van mijn dorp. En ik zei zo tegen mezelf, ja, nee. Ik moet een antwoord hebben op die vraag. We moeten beslissen. Het is nu. En ik schreef zo'n mail. Met de vraag van, ja, geef mij die contactgegevens maar door. Ik moet het weten. En ik weet nog heel goed het moment dat ik send zei, of send klikte, dat er zo'n enorme rust over mij kwam. Dat moment zelf. Van ja, voilà, kijk. Het is beslist.